De Compex bestaat uit meerdere onderdelen. Het apparaat zelf. Een paar stickers. En twee snoeren. De snoeren die doe je in het tweede gaatje. En de ander in de derde. Maakt niet uit welke aan welke kant zit. Dan heb je de stickers. Je hebt een klein paar en een groot paar. Het kleine paar doe je er eentje aan de binnenzijde. En de andere aan de buitenzijde. En de grote sticker gaat daarboven. Dan de snoeren. Je hebt een rode en een zwarte knop. De rode die gaat onder. En de zwarte boven. Die zijn dus met elkaar gekoppeld. Weer hetzelfde met het andere snoer. Rode onder, zwarte boven. En die zijn ook weer met elkaar gekoppeld. Maakt dus niet uit of deze aan de buitenzijde zit of aan de binnenzijde, als ze maar wel met elkaar gekoppeld zijn. Hoe je de Compex gebruikt en het revalidatieprogramma start gaat als volgt. Je zet hem eerst aan. Dan ga je met de pijltjes naar revalidatie en dan klik je op het buitenste plusje. Dan naar spierversterking, weer op het plusje. En dan druk je weer op het plusje, want dan druk je dus op start. Dan klik je, omdat deze twee gekoppeld zijn, op een paar plusjes, zodat de warming-up gaat beginnen. Dit duurt ongeveer 2 à 3 minuten. Op het moment dat de warming-up voorbij is, dan gaat het verdere programma van start. Dan zie je dus echt een contractie in de quadriceps en ook weer een ontspanning. Je kan dan met de plusjes hem weer een beetje hoger zetten. Maar dat kan alleen als de contractie bezig is. Dus dat is dit moment. En dan kan je hem weer wat hoger zetten. Je mag tijdens het trainen met de Compex trainen op een pijnscore 7. En je krijgt van de fysiotherapeut gerichte oefeningen mee. Wat betreft het opladen. Eerst moet je deze snoeren eruit halen en dan pak je het oplaadsnoer en die doe je hierin. Je moet daarvoor even dat balkje opzij schuiven, anders dan krijg je hem er niet in. En dan doe je hem in het stopcontact.